Dat is hem dan, de zeesmurf. De zeesmurf staat aan het begin van een grote reis. Die gaat de komende dagen rondje Noord-Holland doen. Alles is ervoor klaar. Nou, binnen is Joost bezig om alle troep weg te stouwen. Lukt het, Joost? Lukt het allemaal? Ja hoor, maak het zelf. Ja, yeah. Dat doet mixen. Allee. Dat is een nieuwe flip. Ja, een kleine flip. Daar moeten we heen, voor de wind. Daar ligt Naarden. Televisietoren. De kapitein. Hé, hey, schipper. Goedemorgen. Deining van IJsselmeer bij Pampus. Het IJsselmeer hebben we overleefd. We zijn net. Stevige golfjes. En we lopen nu binnen bij Amsterdam, de Oranje Sluizen. Hey, wie is daar verkeerd aan het smurven? Hey, soms kijk ik maar even. Wat zei je? Iemand is niet zo. Ja. Het gaat helemaal zo. En zo. Kenners, dit is Emmuiden. Waar we zijn? Ja. Dit is de Zuidersluis, de kleine sluis van Emmuiden. De grote jongens die zitten allemaal daar. De zee. En? Die ervoor, hè? Valt het op zee? Ik lach wat gek. Ja, dus we maar weer. Hey, ja, nou nog wel, ja. Kunnen we nu weer omdraaien? Ik ga niet terug. Nee, ik zit wel terug. Dit is de Emmuiden Marina. En kijk eens, daar ligt de zeesmurf. Eindelijk op zoutwater. Het is zaterdag, tweede dag van de tocht. De wind waait nog steeds buiten. Kijk, we hebben een rifje gezet, omdat de wind is 4 tot 5 noordoost. En ja, buiten op zee lijkt me dat nogal spannend. Dus we hebben hier even alle touwtjes vastgezet. En ga kijken wat het wordt. Morgen, Joost. Goedemorgen. Joost, hebben we water gehaald. Vers water. Hij drupt alleen een beetje. Het lijkt een beetje een oud mannetje. We doen het ermee. Zo, meneer Wassing. Ja. Daar ben je dan, met je eigen bootje. Ja. Maar ze loopt nog niet zoals ik zou willen eigenlijk. Dus dan moeten we nog een beetje aan het sjorren en trekken. Dat gaat ongetwijfeld. Nou, we hebben een hele dag de tijd. Ja. Kijk, daar gaan we. Kijk, binnen is het een beetje een zootje. Dat valt nog mee trouwens. Kijk. Buiten is genieten. Recht zo die gaat, hè. Hoeveel uur naar Den Helder? Nou, nog 4 uur en 53 minuten ongeveer. Rafelingetjes.
Nou, wat prettig dat we nu een Het is nog een beetje bobbelig, hè? Maar ja. Ja. Nou ja, de matensoep ging er goed in. Ja, en we liggen vast. Heel erg vast, met een heleboel kabels. De volgende morgen. Wat is het? Zondag. De 27e? Eerste Pinksterdag. Eerste Pinksterdag. Goedemorgen, eerste Pinksterdag. Ja, 27. Goedemorgen. Beetje geslapen? Ja, ander onderwerp. Nou, het ontbijt dan. Beetje hobbelig. Een beetje hobbelig, want... Maar inmiddels, en daar gaat het om, is de wind daar is teruggezakt tot een hooguit een viertje. Dus we hebben er echt weer zin in. En we gaan vandaag het Marsdiep oversteken. En dan richting daar ergens naar Enkhuizen. Wat een verschil, hè? Ja. Wat een verschil met gisteravond. Het is een vlak watertje. En gisteren rolde het alle kanten op. Ja. En vooral de verkeerde tegen. En nu proberen we die woud van alle boeien proberen te vinden waar we naartoe moeten. Erg verwarrend. Maar gelukkig hebben we wat hulp mee. En we gaan oost uit richting Den Hoek. We hebben nu de wind in de, of de stroom in de rug gehad. Dus we hebben nu 7,1 knopen op de teller, terwijl we ons nauwelijks de best doen. Groen water, overal vliegjes. Kortom, we zijn op de IJsselmeer beland. Vlodder wind. Met een beetje van gisteren had ik graag terug gehad. Ja. Waar gaat het heen, Schipper? Klein beetje, hoor. Waar gaat het heen, Schipper? Laten we eerst maar eens naar Enkhuizen gaan. Enkhuizen. Daar hebben ze goede restaurantjes. It's not a new show, you go out any time. When I see you, niet wie zei moor. Zo is het. Dus daar Enkhuizen, waar we om een uur of 11 nu vertrokken zijn. Je moet af en toe wachten tot de brug open gaat en zo. En dan kun je oversteken en dan kom je bij het aquaduct, het naviduct. En het voordeel van het naviduct is dat je niet hoeft te wachten. Nou ja, in theorie dan. Nou, mysterie is opgegeven. Het is een naviduct in de zin dat we over de weg gaan. Maar niet in de zin dat er geen sluis meer is, want er is wel degelijk een sluis. En het ligt zelfs behoorlijk vol. Zo, het motortje staat uit. En waar zijn we? Punt 86 mijl en wij varen met 5,5 knoop. Kijk, dat is lekker eigenlijk. Mooie wind. Half wind zo'n beetje. En Mark moet dus ongeveer daar liggen. Ik ben benieuwd of je het ziet. Ik niet meer eigenlijk. Zo, we zijn weer bij Muiderzand, Almere. En we zijn niet de enige. Het is file varen onder de brug door. Het is tijd om in te pakken. We zijn bijna bij de Stichtse brug. En dan zien we Spakenburg weer. De wind die ons 4 dagen lang heeft voortgestuurd laat het nu afweten. Dus
We doen het Gooimeer verder op het trouwbrommetje. Zo, zondag, uur of half acht of zo. 7:10 hebben ze even terug in Spakenburg. Toch slecht gepikt, want ik dacht dat het 6:30 zou zijn met 12 overkomen. Ja, het is nog niet helemaal goed. Nog een puntje te leren. Ja.